Worst thing you can have as a director is someone who's very, very, very insecure. Of course, it's like clay. You can still fix it. But you know what? You want someone who's very professional. When we first met each other, Winston, I think it was on the set of Costa. We were both worthless, actually. But look at you now. You're one of the best actors. You have a charisma that is really, really, really amazing. And you're one of the best presenters, I think, in Europe. I would love to have you one more time in front of my camera. Bedrijfskleding is ontzettend belangrijk. Niet alleen is het een visitekaartje voor de werknemers die voor een bedrijf werken, maar het moet vooral ook veilig zijn. Want weet je dat bijna 1 miljoen mensen werkzaam zijn in de industriële sector? En als ze daar werken, moet het natuurlijk allemaal wel veilig zijn. Precies, en daarom heb ik een gesprek hier bij Zonneveld Vlaardingen om te kijken wat zij mij kunnen vertellen over veilige bedrijfskleding. Kijk! Goedemorgen, hier Zonneveld. Ja, goedemorgen. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen, waar ben ik hier en wat gebeurt hier precies? Wij leveren hier vandaan bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen aan diverse branches in Nederland. Dan moet je denken aan de zware industrie, maar ook aan de bouw, installatietechniek, maar ook sectoren als transport- en logistieke bedrijven behoren daarbij. Daarnaast leveren wij ook nette bedrijfskleding, representatief. En dan moet je denken inderdaad aan bedrijven zoals aan balingmedewerkers, maar ook beveiliging. Ook de bedrijfskleding wordt eigenlijk altijd voorzien van een logo van de bedrijf. En hoe is het idee ontstaan om dit te gaan doen? We zijn in Schipluiden begonnen in 1988, 27 jaar geleden nu. We gingen met een busje langs de boeren en de tuin dus, om PVC-buizen te verkopen. Tijdens die werkzaamheden ontdekten we eigenlijk dat kwamen we ook bij loonbedrijven en aannemersbedrijven. En die hadden toch wel behoefte aan goede werkhandschoenen en veiligheidsschoenen, laarzen enzovoort. En waar bestaat het assortiment uit? Het assortiment bestaat uit polo's, t-shirts, bedrukt of geborduurd. Tot vlamvertragende, antistatische, ATEX gecertificeerde bedrijfskleding. Die op wens van de klant ook onderhouden, gewassen kan worden door de wasservice. Hey, kun je me wat laten zien? Uiteraard. Mijn collega Lennart laat je wat zien. Oké. Goeiedag, Lennart. Ja, Winston. Hallo, Lennart. Hoi. Aangenaam. Barry vertelt me dat je me wat kan laten zien. Jazeker. Zie hier deze B-color lijn. Dat is een lijn bestaande uit t-shirts, polo-shirts, polo-sweaters en softshell jacks. De lijn kan worden voorzien van een bedrijfslogo, zodat er een uniek pakket ontstaat. En kan je me kleding laten zien die iets meer geënt is op veiligheid? Ja, natuurlijk. Loop maar even mee. Ja. Voor klanten is het mogelijk klantspecifieke webshops te maken. Daar kunnen de medewerkers of inkopers zelf de geselecteerde artikelen snel bestellen. Hierbij is er een keuze uit een vooraf vastgesteld klantspecifiek assortiment. Het bijhouden van de mate van medewerkers is direct vastgelegd. Daarbij is een duidelijk overzicht in het gebruik per medewerker en afdeling. Medewerkers worden gestimuleerd om kostenbewust met de kleding om te gaan door een persoonlijk budget in een bepaalde periode. Thank you.
Ja, ik denk dat ik zo wel een goede indruk heb gekregen van bedrijfsveiligheidskleding. Dat denk ik ook. Ik zie het echt als ik het allemaal weer even afdoe. Ik wil jou bedanken voor de input. Geen dank. Ik weet nu wat het inhoudt, bedrijfsveiligheidskleding. Ik ontdoe me even van deze kleding en dan ga ik door. Jo? Goed, okay. Tot ziens.